Guido, bijzondere dag altijd in het jaar, de bekendmaking van het thema van de 3 oktoberviering. Zeker, Chris. Een hele bijzondere dag. Een beetje de aftrap van weer een nieuw seizoen. En een seizoen waar iedereen zich volgens mij al maanden sinds het afgelopen is vorig jaar op verheugt. Het is dit jaar een beetje een ingewikkelde, want je kan hem op 2 manieren uitspreken. Hè? Met 2 woorden of met 3. Ja, leven de legende. En dat verbast het al snel naar levende legende. Ik laat het helemaal aan jou over, Chris. Ja, het mag allebei. Van mij mag alles. Daar zijn we niet te moeilijk over. Het is een feest, hè. We zien het natuurlijk altijd het meest terugkomen in de optocht. Nou ben jij voorzitter van de optochtcommissie. Ja. Wat verwacht je daarvan? Ik verwacht wederom een prachtige optocht. Dat is de tocht der tochten. Helemaal boven de rivieren overigens. En daar gaan we iets heel moois van maken. En ik moet eerlijk zeggen, laten we eerlijk zijn, de afgelopen optochten van de afgelopen jaren waren fenomenaal. Dus het kan alleen maar beter wat mij betreft. Het is geen jubileumjaar, maar toch een bijzonder jaar. Zeker. Ja, nee, het is dit keer geen gek jubeljaar, niet iets met een 5 of een 0 ergens erin, maar het is 444 jaar. En ja, ik kom natuurlijk stiekem uit Brabant en daar dat doet iets met je, zo'n getal. En dat is dus vieren. En vandaar dat we ook hebben gezegd, nou, 3 keer 4 is vieren met z'n allen. En daarom willen we dit jaar ook in de optocht met iedereen die jarig is op 3 oktober hun verjaardag mee vieren. Dus die mag meelopen? Wat ons betreft wel, ja. Het is ook de aftrap van de praalwagenwedstrijd en ook die heeft natuurlijk als thema het thema. Ja, je was er bijna, Chris. Het is de praalwagenontwerpwedstrijd. Ja, dat is dus 3 keer woordwaarde, keer 2. Dus dat is, nee, dat is een mooi lang woord en ook een succes. De afgelopen 2 jaar is het heel goed gegaan. We hebben als eerste winnaar natuurlijk gehad Gymsport Leiden. Met een prachtige wagen van de Burgt was dat. Vorig jaar Ars Emila, heel gaaf de parade uit 1912. En dit jaar verwachten we weer een grote inschrijving van de vele individuen, maar ook groepen, wijken, straten, verenigingen, clubjes, teams, kan zich niet bedenken, die meegaan doen aan deze ontwerpwedstrijd. Wat mij betreft zo snel mogelijk aan de tekentafel en meedoen aan dit mooie feest. En dan is het misschien nog wel goed om te weten voor mensen die denken, dat lijkt me nou hartstikke gaaf, maar hoe doe ik dat in godsnaam, hoe pak ik dat aan? Jullie gaan ondersteunen. Uiteraard, maar het begint allemaal bij pak een blaadje, liefst een leeg blaadje, pak een potlood en ga los. Schrijf even het thema op, leven de legende met uitroepteken. Schrijf me even op en maak er daarna een mooi ontwerp van. En als je vragen hebt, kun je natuurlijk altijd bij ons terecht. 3oktober.nl/wedstrijd kun je ook aanmelden. En wij hebben onze eigen praalwagenbouwers en onze eigen commissaris natuurlijk. Die daar alle hulp bij kunnen leveren die nodig is. Dus handjes en centjes, daar kunnen jullie bij helpen? Met alle liefde.